Wie deze week de kinderen met de auto naar de OBS de Stevenshof brengt, wordt vriendelijk begroet door een aantal roze stewardessen. Het zijn de dames van de VIP Parking Service, een ludieke actie georganiseerd door ouders om foutparkeerders naar de juiste parkeerplaats te wijzen. Ouders die aankomen rijden en bijvoorbeeld willen stoppen hier op de stoep of willen stilstaan, want stilstaan dat mag al niet. Die begeleiden we eigenlijk en zeggen we, hey, we hebben verderop een mooie parkeerplek voor jou. Je bent onze VIP, a very important parkeerder. Mijn collega wijst u de weg, dus wij wijzen naar het volgende roze jasje met een groen vlaggetje. En zij heeft dan een mooie parkeerplaats beschikbaar. En als je daar geparkeerd bent, dan krijg je ook je sticker. Tussen de roze jasjes staat ook de directeur van de school. Zij werkt ook mee aan de actie. Omdat ze eigenlijk, zolang ik hier werk, een aantal ouders vaak de auto op de stoep parkeren of op de weg of op een plek parkeren waar het niet kan. Waardoor kinderen geen goed zicht hebben op de weg. En kinderen die letten niet goed op, daar zijn het kinderen voor. Het is aan ons om ze dat te leren. Ze komen aangefietst en ineens staat om de hoek een auto op een plek die zij niet hebben verwacht. Dus elke keer net niet, gaat het goed. Het probleem speelt dus al langer. Instanties zoals de gemeente en de politie inschakelen gaf niet het gewenste resultaat. Dus steken de ouders en de directeur zelf maar de handen uit de mouwen. We hebben heel veel met de gemeente gesproken. De verkeerssituatie is ook aangepast. Iedere nieuwsbrief besteed ik wel aandacht aan. Dat ze ergens anders moeten parkeren. We hebben BOA's die hier wel eens staan. Politie wordt geïnformeerd. We werken samen met het kinderdagverblijf. Dus alles wat we kunnen, Veilig Verkeer Nederland is van deze actie nu op de hoogte. Alles wat we kunnen, ook in het verleden, hebben we gedaan. Het doel van de actie is niet om te voorkomen dat ouders met de auto de kinderen naar school brengen, maar juist om hen te stimuleren om een veilige parkeerplek te zoeken. Het is dan ook een positieve actie. We hadden net een ouder die fout parkeerde was. En we hebben die kinderen ook toegezwaaid met onze vlaggetjes. Hun vader kreeg een sticker op de auto. Dus het was ook een positieve beleving. Als je dus goed parkeert, wordt het beloond. En dan denk ik, ja, dat heeft gewoon voor de toekomst heeft dat ook gewoon nut. Omdat goed parkeren dan dus blijkbaar een positieve effect krijgt. Vanwege het mooie weer was het maandagochtend drukker met fietsers dan met auto's. De stewardessen hebben wel werk genoeg. Ze staan hier de rest van de week ook nog.